Lydia, Lydia, kijk wie is hier. Mornay. Tel het tot bij 100.000 bij jou. Ach, een blaas dopjes, man. Geniet het. Tot ziens. Getrouwd is, gaan je geen stuk meer verplicht. Zijn ons training? Ga maar eens gaan. Nou, eerst mama zijn blommetjes gaan plukken, mijn schat. Goed, papa. Jij moet daar mooi op passen, David. Waarom zeg je zo, mijn schat? Marieke is zo klein en hulpeloos. Hear my song of love.
ons gou. Het sy vrouskaas verloor. En nou hier die ramp. Ja, en hy was net op pad om naam te maak as specialist. Skade aan zijn oor. Maar dat is vroeg om vast te stellen. Los mij. Los mij. Ik wil zelf gaan kijken. David. Ik wil bij haar wees. Het is niet goed voor jou om jou zo te ontstellen. Nee. Je zal je kind net verder skok. Zij zal schrikken ze jou zo zien. Skok nou of later, wat maakt het zaak? Die kans is goed dat ik blind hier zal opstaan. Dat kan niemand met zekerheid zijn, niet, David. En je weet het. Ons had ons best gedaan. Ik is jammer, hè. Het is bijna belangrijk dat je jou niet zomaar ontstelt, niet, mijn vriend. Hallo. Jij kent me niet. Ik heb veel bloemen gebracht. Hoe voel jij? Het is mijn benen. Ik is jammer. Ken je? Mijn liefde, ik werk voor. Mij is mijn brood en boter. Het is mijn schuld, Mornay. Lydia, al mijn levend is uw hoofdzaak. Hoe kan je zo gevoelloos zijn? Ik is niet gevoelloos, niet. Ik kijk objectief naar die waarheid. Dokter Retief is verzot op zijn dochterkie en zijn dochterkie leeft. Eens is verlammen naar onderlijf. Lydia de Graaf, je is ondankbaar. Je kan je vader danken dat het niet ernstiger was, niet. Zelfs ons kon voor Mankoff dood geweest zijn. Vergeef me, Mornay. Jij is recht. Het is te koud voor die planten hier. Ik zal hulle moet verschuiven. Waarom wil jij daar die verplaatsing naar die vierde vloer, hè, zuster? Ik zou graag persoonlijk wil tussen gaan oor Marieke Retief met troonen. Ik heb de bostelegraaf gehoord, zuster. Onthoud net, niemand is verantwoordelijk voor een ongeluk niet. En tezelfde tijd... Goed, jij kan met zuster Versaag hier ruil. Dank je, matrone. Morgen, oormorgen zal dokter Dalk toelaten dat je recht op zit. Is het al net zo'n halve oog glimlachie? Wanneer komt Keier mijn papa voor mij? Niet zodra hij mag. Ik ga nu naar hem toe. Kan ik voor mijn boodschap nemen? Dank je dat jij zo bij je voor ons doet, zuster. Kind wil echt de Iwe. Altijd. Als jij zo mooi is als jouw stem. Een stem kan bij je bedrieglijk wees. Je weet, zuster. Het was altijd mijn groot ideaal om een snijdokter te wees. Nu kijk ik in die zwart verbanden vast. Een blinde snijdokter. Wat een grap. Dokter Retief, moet niet alsjeblieft. Spot zwart voor mij, ik stuk daar. Morgen, Marieke. Drink een beetje limoensap. Al wil je niet nou je ontbijt eet nie. Ik wil niks sê nie. My pa is dood en jullie allemaal jok voor mij. Waarom zal ons voor jou jok? Hoekom skryf hy nie eens voor mij een briefie nie? Omdat hij niet mag opstaan nie en omdat sy oor toegebind is. Hij is dood. Ga naar die
venster, ek het 'n plan. Regtig? Dink jy ons jok nog steeds vir jou? Ons oumas het geleer. Dis die lied wat hy en mama altyd vir my gesing het. En die grote see, en die D en die E en die snaakse F. Ons kinders wil nou leer. Dat A en Ab en A en Bas. En die I en Isel en I en Ien. Net inders gelijk. Op is knak so knak knak knak. Ai is slap so klap klap klap. Lyf is buig so buig buig buig. Voet is skop so skop skop skop. Ons oumas het geleer. Die die en die beie bier. Die ex en die ei en die laaste zet. Ons kinders wil nou leer. Stop! Wie is het raadloze zin? En schakel het onmiddellijk af. En die snaakse F, ons kinders wil nou leer. Dat A en A en A en Bas. En die E en E sal E en E. Net ieders gelijk. Ja. Ja, maar Lydia, laat het aan my oor. Jou plan is wonderlik. Dit sal ons mense hier so gelukkig maak, veral Maritjie. As jy iets spesiaals wil hê, is dit ook moontlik, maar onthou ek verskaf die rokke en 'n mannekyn. Ek verstees. Ja. Ons kort net 'n bietjie musiek. Het jy geweet dokter Retief kan sing? Dis 'n uitstekende plan, vrou. Goed, ek sal hom vra. Ek moet net vir die regte oomblik wag. Daar's nog iets wat vir my baie swaar is môre, nee. Ek glo regtig nie hy besef dat ek nie ander motor was nie. Die moederparade in die hospitaal is goedgekeur. Is jy nog beskikbaar? Ja. Ek het geen ander planne nie. Jy sal die verpleegsters daar vooraf 'n bietjie met afrig. Mannekyne word lank opgelei. Hulle word nie sommer oornag afgerig nie. En buitendien, verpleegsters werk lang ure. Noem dit maar jou goeie daad vir die jaar. Goed. Ek sal dit doen as jy dit so wil hê. Tertief. Vandag is die dag. Hier is dokter Brink. Herman? Ja, dis ek, David. Hoe voel die kop? Oh, geen pijn nie. Het stuk donker is dood. Bel ons al gauw uitvind. Draai je kop een beetje. Herman, ek kan sien. Is die beelde skerp? Dit is dof, maar ek kan sien. En nou kan ek sien hoe lyk jy. Precies hoe mooi jy is. Net nie jou oor te veel gebruik nie.
Althans niet voor een dag of twee, nee. Zien je morgen, David. Zuster, kom kijk. Skaars een merk. Het is zo goed als niet. Dokter Retief, je moet stariger beginnen. Ik bedoel, dokter Brunk het gezegd. Je kent die pad maar ik je toe. Kom. Dokter Retief, daar is... Wat? Ik was in die andere motor. Die andere motor? Ik was verantwoordelijk voor die ongeluk. Het is mijn schuld dat je oe... Je oe en Mariki. Moet onze dealie was los niet. Je bang geworden van de Merwe? Geen van de Merwe is bang niet, hè? Op willen merken, gereed, stoer. Pas op, kerel. Dat is die Grand Prix. Van de Merwe, je is in een hospitaal gedraaid. Papa! Papa had gekomen! Mijn liefling, heb jij naar papa verlangd? Zeg voor papa. Hoe gaat het met die binkies volgen? Zeg voor papa, liefling, hoe voelen we? Alles doet, papa. Moes doet. Moet niet bang wezen, mijn schat. Papa zal alles recht maken. Kom eens kijken. En hoe zorgen jullie hier voor jou? Annie Lydia doet alles voor mij. Ze is de vriendelijkste verpleegster in het hele hospitaal. Wat is dit? Papa's ogen? Hulle is 100%, mijn schat. Ik moet een van die dagen weer beginnen werken. En mijn benen, papa, zal hulle altijd zo blij, zo dood. Alles zal recht komen, mijn schat. Alles zal recht komen. Jezelf misschien niet daar, hè? Nee, wat. Maar ik krijg die laatste tijd hier die geweldige hoofdpijn. Ik denk je met meer dikwijls ontspannen. Hoe kom krijg je niet voor jou nooit niet? Ja. Je moet er echt toch aan denken. Ik zal kijken. Hallo. Goedemorgen. Morgen. Het is alweer blauw maandag. Hoezo? Het is voorbespreek voor die dag. Laat ons eerder dankbaar wees. Ik is jammer, iemand wacht. Maar zoals ik gezegd, dit zal net een klein operatie wees. Om niks om oor te bekommeren. Goedemorgen. Ons is recht. Geweldige hoofdpijn. Kom neem horen, alsjeblieft. Goed.
Wel? Sê my, hoe dikwijls het al met jou gebeur? Nie gereeld nie. Meestal as ek opgewonde raak. Kyk, Herman, is daar verbetering? Nie om van te praat nie. Herman, wacht. Ons moet iets kan doen, man. Kalm, blij, David. Kan ons help? Dokter, dokter het die verskoon my. Ek het gehoor het die hier is... Ons houd het einde vir Mariekie. Ek bedoel ons hele mooie parade vir die patiënte. Ons het die hulp nodig. As mannekei? Ach, sal jy nie vir ons sing nie, asjeblief, dokter. Misschien moet jylle nie nou vir dokter het die plan nie. Nee, Herman, ek wil graag vir sister help. Kom, vertel my van jylle plan. Pip, pip, pip. Au revoir, mamselle, it's time for the party. Au revoir, mamselle, we love not too wisely, but oh, we love well. Bonsoir, au revoir, mamselle. Where we're going, but all where we've been. Bonsoir, au revoir, mademoiselle. Here's to the boulevards and here's to the trees. Here's to the rose in the gay Tuileries. But love is like lightning, it's gone with a breeze. Bonsoir, au revoir, mademoiselle. Forget, though I'm sailing away. Bonsoir, au revoir, van kerstiedrussing. Die oost wil allemaal dokter moet saamkom, dus na dokter sy oostpoort was gestrand. ek weet nie. Marie? Maar papa moet gaan. En vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergeven. Oh,
freezer en ons nieuwe motor. Dis mos my klein merm, so iwer grent en haar EasyJ. Hoe gaan dit met Sarah? Dit sy mos never sleg gaan met haar nie. As die lieve haar druk, squeeze jou maar terug. Anders haal sy dit maar op my uit. De Caesar Napoleon Nelson Broederijk, sy vrou Sarah werk by ons. Jy het die indrukwekkende naam is Caesar. Ach merm, my papi het allerhande great expectations vir my gegeen. Ek het nou weer een paar aanvallen gehad, Herman. Dit belemmer my werk. Ek kan nie so aangaan nie. Ek weet, David. Ons sal nog so rukkie moet wag. So een maand of twee. Sal jy regtig vir my kom kuier, Tannie Lydia? Julle sal my naderhand moet wegjaag. Dag, Nonnie. Dag, Nonnie. Dag, Sarah. Ons is zo blij, jy is terug. Laat Sarah nou op. Die lemoendavies het weer twee kekens uitgebroed en een van die kapokkies sit op eiers. Kry die stoel, Caesar. Kom, my skat. Ek is nie lus nie, papa. Ek wil hier bly. Los maar, Caesar. Die dokter moet my verskoon. Ek wil net vir die geel bek van die Happy gaan dag sê. Jezus, krop hy pet vir nie, Johnny. A donkie sal nooit eens een pet leggie. En wie jou, Johnny? En wat weet jy van een pet af? Askies, ek kan eindelijk een ander pet bedoel. Maar as jy het na een pet, jou tot nek. Hé, dat is een mooi pet, jong. Dat jou zeker vertel, Caesar. Die bed kost my maag se oe duisend rand. Ah, baie meer. Ja. Listen, Happy. Wat as my merrimpie omsien? Jy kim ons my merrimpie. Natuurlijk. Sy kan ons nie meer loop nie. Tragedy. Baie groot tragedy, is het nie? Wat is dit, Bobby? Papa, ek laat hom vat. Dis die mooiste perd wat ek nog gesien het. Ja, hy is prachtig. Wil jy op hom ry? Ek kan nie. Papa weet mos. Die dokter kan jou mos voorlaat ry. As jy wil, Marietjie. Ek wil, papa. Nou toe, kom. Die Caesar, is Jay miskien bezig om te word champ? Ach Jay, shut up, voor ik jou tanden uitklap. Grijp Jay die tragedy niet, jou onnozelijke plaaskind. Goeiemorgen, is David hier?
Man, ik wonder of je me weer kan helpen vanochtend. Ik heb weer een geweldige hoofdpijn. Ja. Goed, dan krijg ik je voor. Baie dank je, Ger. Tot ziens. Ja?
geweet ons is hier. Het is jou mannekein. Hallo, ja? Goedemorgen. Morgen, ja. Dokter. Ons weet hoe kijken dat het Marietje gaan. Zij is in haar kamer. Ons kan ongelukkig niet langer blijven. Ik moet dringend kantoor toe. Ach nee, niet vandaag niet. Ik is jammer, dat kan niet anders niet. Kom. Kan jij later voor mij komen krijgen met de motor niet? Goed, dan moet je mij die keer verskoon. Kom, drink eens gauw een kopje koffie. Ons kan net skink. Nee, dankie. Ik zie je de nieuwe motor. Enige moeilijkheid met die assuransie gaan? Nee, juist niet. Ik heb maar al die schuld op mij geneem om een langgerekte wettelijke twist uit te schakelen. Helemaal correct, je was oor die middel van die pad, je was helemaal aan mijn kant. Jij wil loop, Morne? Nee, laat ons het nou eenmaal uitpraten. Het zal einde maken aan jouw schuldgevoel en zelfverwijt. Ik geloof niet jij weet waar dokter Retief zijn motor was, niet. Want ik was bezig om jouw aandacht af te trekken. Kom, ons zei ons er evenveel schuld aan. Nee, ik weier om het zo aan te nemen. Dat het gebeuren is voorbij. Kom, ons vergeet het. Alsjeblieft, Morne. Oh ja, ik wil jullie nog een nooit vereten. Hij heeft me het lang al gedoen. Wat van vrijdagavond? Jij moet ons proberen vergeven. Is jij zeker, Morey zal je bezwaar maken? Wel, hij kon niet komen. Nie. Ik heb vandaag een groot besluit genomen, Lydia. Het was baie moeilijk. Dus oor Marietje. Ik wil haar graag oor sien neem. Die MacArthur Instituut in Amerika specialiseert in zulke gevallen. En ik kan haar gezond maken. En dan om geld bij elkaar te maken, gauw bij elkaar te maken, heb ik besluit om op te houden specialiseren. En een gewone praktijk te beginnen. Denk je dit zal beter betaald? Ik is overtuigd daarvan. En dan? Ik zal moeten nieuwe ontvangstdame krijgen. Denk jij, jij kan belangstellen? Wel, ik weet glad niet. Is hij zeker maar reis aan de zwaar? Wel, ik kon niet komen. Dank je dat je zo bij het woord doen, zuster. En dan kan ik zien hoe leuk je precies mooi is. Ik zal moeten nieuwe ontvangstdame krijgen. Het is mijn school voor mij. Lydia, altijd weer met de ziekenhuizen. Hoe kan je zo? Onthou ons de afspraak om langs die kussen op te vliegen, die weer mooi is. Ik wil weer van proeven smaken, Durbanse kreef. Morney, ik weet niet wanneer ik weer in naweek zal vrij wees, nie. Ik heb die hospitaal bedank. Zeg het weer? Ik het bedank. Ik ga David, dokter Retiefse verpleegster in ontvangstdame word. Grap. Het is niet een grap, nie, Morney. Hij heeft mij gevraagd voor om te werken en ik het ingestem. Lydia, wat beziel je? Lijkt mij eens ek om je dop en niet staan ik brachische kans om mij nooit te verloren. Liesbeck is goosblom, het is die limos en een rechte boerenteentje. Roosbomen, zwierbomen, katje, pierenkos en een rechte boerenteentje.
wanneer dra die hane voort? Wanneer is die vreemde groen? Wanneer is die bloem aan die peske lood? Want die pot plant die mie, plant die deur, plant die trek en een rechte boerententje. Want net zodra die bomen bot, dan begint die bolle vrot. Dan begint die piste aan die elke boom. En de skrulbla en kloppie baas, skrummelbla en mot. En een rechte boerententje. Goedemorgen. Dokter, wat bekeer? Ik heb aan andere dingen lopen denk, en toen een boom vastgelopen. Ik heb te nauw aan die boomstoel gehou. Net de Evense hoofdpijn. Ik is jammer over mijn lompheid, mevrouw. Mag ik die patiënt zien? In die slaapkamer, dokter. En toe, groot man? Wat zoek jij op zo'n lekker dag in die bed? Horen, oom. Maak een beetje op je mond, laat ik zien. Daar, zij. Penicillin, zuster. 1 cc. Hey, nou! Hoe niet zo rukt? Je ziet... Dat was niks niet. Nou ja, tot ziens, mevrouw. Dat is de laatste maal wat hij zijn voeten aan mij hij zal zetten. Wat heb ik jou gezegd? Meneer Vosloo, denk je man is verslaafd aan verdovingsmiddels. Dag, zuster. Dokter, ik wil met u praten. Dit is over David, dokter Retief. Dit lijkt mij, hij wordt blind. Is het zo, dokter? Ik is jammer, zuster, maar ik mag niet praten. Niet. Kan ons rijden? Eerlijk blik, wat een keer. Ik
Lydia, kom eens terug. Ik kan niet nou niet. Daar is te veel problemen. Problemen? Goeie jemel, dat kan zoveel uitschakelen. Alsjeblieft, Morley. Die man is bezig om blind te worden. Wat? Hij maakt geld bij elkaar voor Mariki. Hij wil aan een van die beste specialisten oorzien nemen. Ik kan hem niet nou niet steek laten. Wanneer sleeg je nacht die geld bij elkaar uit, denk je? Zijn praktijk leek voor mij maar hopeloos. Ik weet niet. Over een jaar misschien? Wil je nog een jaar voor hem werken? Iedere keer drijf je jouw skulcomplex te ver. Ik wil niks meer aan mee te doen, Annie. Ik is ziek daarvan. Tot ziens. Mornay. Mornay. Luister hier. Ik ga jou niet frivolen gooien. Ik ga niet zo lang wachten. Ik zal liever duivelse geld geven. Ik zal 5000 rand... Oh, maar nee. Zeg je werkelijk? Denk je, ik zei die dingen voor een grap? Oh, maar nee. David? Ja? Dat wat ik verstaan, je wil Mariki oorzien nemen. Dat is de idee, ja. Wel, ik is bereid om te helpen. Financieel bedoel ik. Hoeveel is nodig? Dat zal een geschenk wees. Denk eraan, David, is voor Mariki. Dank je voor die aanbod, Mornay. Eindelijk had ik het niet van jou verwacht, niet. David! Maar ik kan het niet aanvaarden. Ik kan geen geschenk van iemand aanvaarden. Maar machtig, man, is voor jouw dochter. Denk aan haar. Wil je eens met haar hele leven naar rijstoel zetten? Wat heb jij met mijn dochter te doen, Pinaar? Jij weet waarom zij zo is. Wat bedoel jij? Bedoel je weer het ex-kel daaraan? Ik bedoel niks, dat is een feit. Je moet niet nou dingen zeggen waar we je later gaan spijt weer. Ik en mijn dochter is die mensen van die gevolgen moet dragen. Alsjeblieft, mensen. Moet niet zo op elkaar screenen. Kom, Lydia. Met die harde kop zullen ons niks recht krijgen. Ik is jammer, Lydia. Het is beter dat jullie eerst gaan. Blending with my dream.
is nie werklik so nie. Hy is 'n trotse man, dis al. Die man kan sing, hoekom probeer hy nie iets met sy stem doen nie? Daar is baie meer geld in sang as in sy miserabele praktyk. Hy wil mos Marietjie na Amerika neem. Ek het 'n agent daar, Chandler. Hy sal die deure vir hom oopmaak. Hy is 'n toegewyde dokter, Morne. Maar sy sake gaan baie agteruit. Ek wens ek kan iets vir hom doen. Lydia, ek gaan jou nie verloor nie. Hoe het jy geweet ek is nou hier? Stories versprei seker maar vinnig, dokter. Ek het gehoor van die ongeluk en van die doktertjie. Iemand maar net sê as ek kan help met iets hier of by die huis miskien. Suster, ek kyk hier. Hy maak hier niks, absoluut niks, kyk hier. En hy was eenmaal pap geval deur 'n groot stuk konkreet hoor. En toe het dokter hom fyn netjies al die beentjies bymekaar gesit. Mens kan maar sê, soos 'n jigsaw puzzle. Dokter, ek weet nie hoe ek ooit kan bedank nie. Dankie. Tot ziens, dokter. Suster. Vir 'n groot spesialist soos u om sommer alledaagse dokter te word, wel, u moet 'n goeie rede hê. As ek kan help met iets, laat maar weet. Dankie. Neem dat naar die apteek en gebruik het 3 maal per dag. Baie dankie, dokter. Tot ziens. Tot ziens, mevrouw. Tot ziens. Ons sluit vir die dag, Lydia. Maar het is nog te vroeg, David. Maak nie saak nie. Ek wil Tafelberg uit. Wat? Ek is lus vir Tafelberg. Ik beloof ik mezelf is die laatste keer. Wel, zal ons die wereld gaan bekennen. Vandaag is ik in jou aan, jongens. Ik geloof niet waar je wil. Kom. Dink aan mys allerhande snaakse goed. En jy wonder hoe lank jy nog al hierdie dinge sal kan sien. En my patiënte... Dit help nie om te bekommer nie, David. My oë is nog heeltemal goed genoeg om hierdie werk te doen. Dis hierdie skinderstories. Ag, kom nou, David. Hoekom word jy nie liewer 'n sanger nie? Jy kan genoeg verdien om Marietjie oor see te neem. Asseblief. Om Marietjie se ontwil. En myne. Joune? Ja. Kom, ons moet gaan. Die laaste keer dat ons vandag afgaan, die miskop. Achteraf bekruip.
Lydia! Lydia! Waar is jij? Ik ga vol, David. Lydia! Lydia! Lydia, wat bekeer! Lydia, praat! Lydia! Lydia, dis ek vir die vraag moet vraag. Asseblief, Mornay. Ek het nie lus vir u sien nie. Jy is my verloofde, intussen ring kinkie die heel nacht met Retief rond. As jy 'n ligsinnige vlinder was, sou ek kon glo dat jy gister op my en vandag op hom verlief is. Maar jy is dit nie. En ek ken jou nie so nie. Moenie oorhaastig wees nie, Lydia. Een van die dae sal Retief weg, as jy baie tyd hê om oor alles na te dink. Nee, Mornay. Asseblief. Ek sal maar die beste prijs probeer kry. Wat moet ek met die check doen? Stuur dit maar vir my. Ek by agter. Dit sal maar alleen wees. Kom, ons het daarom nog 'n paar dae by Stevens. Die A en die B en die grote C en die D en die E en die snaakse F. Ons kinders wil nou leer dat A
Is het jouw beurt voor een verzoek? David, kies jij iets voor Olaas? Ik zing voor jou iets speciaals. Net voor jou. Hier was nog altijd voor mij iets bijzonders. Hear my song of love. Ik heb vandaag die vliegkaartjes gekregen. Oeh. Ik heb voor jou ook een plek bespreek. Maar David. Ik wil je met samen gaan alsjeblieft. Je weet Mariki. Maar het is onmogelijk. Ik heb jou lief, Lydia. Ik kan samen gaan om maar op te pas, David. Maar dan moet je niet weer van liefde praten voor ons terug is van Amerika niet. Dus alweer met zelfrespect kan gaan. Jij moet het verstaan. Wat jij vraagt, is onmogelijk, Lydia. Denk aan Mariki. Ik beloof het. Thank you.
doctor would like to see you, Dr. Retief. Hoe het gegaan, jong? Nou, about little Maria. We haven't made much progress these past weeks, have we? Haven't we? David, we're both medical men. Have you ever witnessed a so-called miracle cure? I mean, the fairy waves a magic wand and the patient rises from a wheelchair? I've heard of it happening. Mm-hmm. There won't be any miracle cure for Maria. What do you mean? It's gonna take time. Weeks, maybe months. We're only now starting to make progress. Months will be too long. I'm giving it to you straight. An overnight cure is out. But don't you worry too much about my fees. But we have to live and survive for months. I just can't afford it. What's it now? Mornay het agent hier. Candles of sweets. As ek nie presies sy naam kan onthou. Ek gaan nie weer sing, Lilia. Papa sing die mooiste in die hele wêreld. Ja, vertel hom, Maritjie. Kom, ons gaan bel hom. Chandler. Robert B. Chandler. Lydia. Moenie. Operator, probeer net. Jy sal baie leuns moet vertel. Oh, operator. Julle moet duim vashou, hoor. Come on, Dave. You look a bit nervous, hmm? Oh, when the saints come marching in. You got your music? In that number. Oh, when the saints come marching in. No. You want to impress Chandler. Oh, when a band sing this. I want to be there. In that number. When a band begins to play. I want to be there. When the saints come marching in. I done it. I knew that I would do it again. Falling in love, the story is just the same. Well, Joe. Yep. A pretty face. A magical one. Just get it. Get it. Okay, fine. Do me that, will you? Bye. Oh, lovely voice, lovely voice. Take his name and address. Don't call us, we'll call you. Goodbye. Ons kan maar ons goedjes pakken. I know it's asking a lot, Bobby, but... Mornay. We've been doing business for years. I mean, if anybody in America should be doing you a favor, it should be me, Robert B. Chandler. But tell me one thing. Why are you doing this? I mean, are you crazy or something? I mean, do you owe your life to this great, wonderful singer of yours? I'm going to win a girl back from him. You're doing all this for a doll? I happen to be in love with her. But she imagines herself in love with this doctor because... of some guilt complex. Brother, she must be quite a number. Of course you understand, Mornay, that unless a joker friend of yours has got a voice, the whole deal is off. He has. He's fantastic. Not even with Rockefeller's millions will I swing it. Why don't you audition him? Brother, I will. Of course, this will only smooth out the obstacles. Your man will have to run the race himself. Don't mention my name to him.
See you again. Dr. Retif. That's right. My name is Bobby Chandler. Bobby to my friends. And my card will tell you who and what I am. But Mr. Chandler... How do you do, Mrs. Retif? And what a charming surprise you've turned out to be. Oh, I'm sorry. This is Miss Lydia de Graaf, my secretary. Oh, I do apologize. Tell me, did you arrive today? I believe you're a very talented singer, Doctor. Who told you that? Oh, nobody with talent arrives in the United States without Bobby Chandler's knowledge. I'm afraid you're misinformed. David, vind jy uit wat die man van jou wil hê? I'm afraid I don't quite get you, but I would like to hear you sing, Doctor. By the way, what's your name? David. Call me Bobby, Dave. Now, come on, how's about it? I can help you to go places. It's a rat race, Stavey boy, but you've got Bobby Chandler in your corner. Look, I don't want to offend you, Mr. Chandler, but... Bobby. Now, Davey boy, I am interested in you, whether you like it or not. Now, this hotel, they have got a combo in the blue room, and the leader of that combo is a client of mine. Now, come on, let's see if the doctor has it or not. Thank you, Bobby. After all, Mr. Chandler has gone to all the trouble of looking us up. Friend of mine from South Africa, Dr. Retif. Let him sing a song. What would you like to sing? Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the singing doctor from South Africa, David Retif. Te lo dirò. Quella dove mi aspetta in cuore ingrato, più far non può. Quella che accende il fuoco ma se fuggi ti lascia star. E non ti corre presso, non ti struggi a riguardar. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Via mangiam sulla funiculi, funicula. Lesti, lesti, via mangiam sulla. Lesti, lesti, via mangiam sulla. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Via mangiam sulla funiculi, funicula. Poi tornata è sempre qua. La testa gira, gira intorno, intorno, intorno a lei. Il cuore canta come un primo giorno, ti sposa me. Lesti, lesti, via mangiam sulla. Lesti, lesti, via mangiam sulla funiculi, funicula, funiculi, funicula. Via mangiam sulla funiculi, funicula. No. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Via mangiam sulla funiculi, funicula. You're in, Davey boy. Shake the hand of Robert B. Chandler. You know, in future, folks will pay to hear you sing. You're on your way. Mari, Bobby Chandler. Mari, is Luigi still ill with the flu? Oh, tragedy. Oh, terrible. Horse is a bullfrog, huh? Well, I got a voice. This one isn't good, Mari. It's the best. You should hear him. Sure. Sure, I'll bring him around.
Mari Fine, the top brass at ATV, is gonna audition you. Ik denk mijn problemen is voorbij, Lydia. Ik heb maanden laatst een aanval gehad. Ik was zo bekommerd. Dat moet niet meer wezen. Ik heb geen moeilijkheid om te zien hoe mooi je is. David Mier. Ik heb je zo lief, Lydia. Kom eens terug, zo maar in New York. Ja. Wanneer? Vandaag of morgen. Niet wanneer je wil. Kom. Hoe het wees, ons kan enig lang zo'n grote rivier blijven. Dan kan ons heel dag kijken hoe die bootjes voorbij komen. Oh ja, en met al ons geld koop ik voor jou zo'n Manhattan. Ach nee, niet één van die hoge bankjes. Kom, je moet voor Marieke gaan houden. En ik wil nog bladmuziek gaan kopen. I can't see. Please get me a taxi. Taxi? Your South African colleague can also confirm my view. I am sorry to say, you have more frequent blackouts, and in 2 years' time, complete blindness. Your hotel safely now and should be all right for your recital tonight. But in future, try to go nowhere alone. Oh,
Geluk. Ek is so blij. Geluk. Oh, hoor net die applaus. Alles aan jou voeten. Nou is alles weg. Ek moet terug aan Vrijbuiken. Mornay. Hi. Now, hurry up, folks. We can't stand around like this. Now, I Mornay, man, what is it for us? But look, none of this gab-gab here. We've got to go to the White Horse Inn. All the VIPs and show business are going to be there. They got to see you before they forget about your boy. Ek gaan nie eet nie. Ek sla hotel toe neem. Dat's 'n gawe plan. Marietje, jy gaan saam met oom Mornay. Baie dankie, Mornay. Goed. Well, how'd you like it, eh? Thank you. I want you to enjoy this. Hi, folks. Doctor, would you care to dance so I can tell you how I just loved your voice? Wait. No, no. What would you like to eat? That's what he told me twice. I wish we could go now. I've got a splitting headache. Sorry, folks. David, Lydia's got a headache. She wants to go home. Are you coming? Sorry. I don't see. Oh, these things. That's fine. No, that's it. What's the matter with you, Davy boy? Why are you so hard on Lydia? You're breaking her heart. I can't face her. I can't marry her. Why? You're a success. There's nothing to stop you. I may as well tell you everything, Bobby. I've had bad news today about my eyes. I'll be completely blind in 2 years. 2 years? Oh, shucks, Davy boy. I mean, you're getting your big break. By that time, you'll be famous, and your eyes won't matter that much. Go on. Marry her. Make her happy. I love her too much to tie her down to a blind husband. Arrange me a tour through America. I want to get away from New York. Lydia? I must get away. I must think this over. Please, Bobby. Okay. Die toer is nie so erg nie. Ek sal gereeld bel. Wat bedoel je? Jij praat met mij, maar je ziet niks. En nou praat jij er als eens. Het is alsof daar een schaduwee over ons hangt. Alsof ons van elkaar al wegdrijft. Dat is niet zo erg. Nee. Er gebeurt zulke grote dingen met ons. Jij hebt zo veranderd. Moet niet slecht voelen, Lydia. Ik zal denken over alles. En als ik terugkom... kan ons lang gesels. Tot ziens, David. Pas jezelf op. Tot ziens, mensen.
questa è quella per me per i sonno a contar tre ritorno intorno mi vedo del mio cuore l'intero l'angelo meglio ad una che altre beltà che scorra Valenti a quel dono dico vado nel mio oro la vita di questa mi torna gradito forse un altro forse un altro non me ne sarà un altro forse un altro domani ne sarà. Da quest'anza tirano dal cuore detto stia ma che morbo quel morbo chiudere so chi vuole si serva mi dello e ogni amore d'amore sono in bella libertà di morire il mio rosso furore di mia amanti la Spagna e... Bewoner hier ben ik, ik meen mij zelfbeheersen. Zelfbeheersen? Verweken nou ook je elke dag gezelschap. Gedurig zeg ik voor mijzelf, gedraai je morning. Je is bedachtzaam. Ik kan niet zo anno niet, Lydia. Ik heb je lief. Wacht maar, nee. Ik ga met David terug. Is je zeker, Lydia? Doe je die rechte ding. Denk weer alsjeblieft. Maar nee, moet niet het voor mij moeilijker maken. Ik zou veel wachten, Lydia. She's improved fabulously. What she lacks now is the genuine urge to walk. When that will happen, it may take a shock. Heb je verlang? Ja, ik het verlang, papa. Papa, gaan papa gauw weer huis toe kom? Ik zal jullie daar kom zien, net voor het concert. Die dokter zei papa moet hem ook kom zien wanneer papa komt. Goed, mijn schat. Roep een beetje voor tante Lydia, papa wil met haar praten. Ja, mijn lief. I'll go and tell them now. Good luck, Davy boy. You're going to crown your glory tonight. Forsyth kon ons eerst een uur geleden zien. Die verkeer was kwijt. Wat zei van Mariki? Is het goede nieuws? Hij zei fysisch, is hij gezond, maar zielkundig is hij verlamd. Zij wil net niet lopen. Maar daar moet toch raad wezen? Forsyth zei een geweldige skok. Ik heb gewonnen. Ik denk... Kom eens met lopen. Ik denk bijna ons kan iets verraad doen. Please include Hear My Song in tonight's program. Maar David, je kan niet. I'm serious. Ik moet het proberen. But we haven't even rehearsed it. I know the reason. Please do it. Hoe gaat het vanavond? Papa moet zingen zoals nog nooit niet. Net voor jou zingen vanavond, meisje. Net voor jou. My song of love for you, a tender melody of days that used to be. Hear the song
I sing for you a tender memory of days gone by. And this love is yours, I long through this life eternally. Papa, stop, stop. My song of love for you, a tender melody of days that used to be. Hear the song.
Kom mee, Bob, terug aan de lady. David, is het rechtig nodig? Mijn loopbaan is te veel van me. Dit is nodig, lady. Daarom moet ik zelf besluiten. Lydia, ik heb jou niet meer nodig. Nie. David, dit kan niet jij wezen. Over 2 jaar is ik blind. Ik ga samen met jou. Morgen heeft dit voor mij gegeven. Will Miss Lydia DeGraff, Dr. Retief en Miss Retief kindly proceed to the aircraft immediately. Remember.